Maar de maan, Karin en Roderick hadden al gisteren dat de maan zo mooi was, maar ik heb hem helemaal niet gezien hoor, nergens niet. Nee. Hij schoonheid. Rijka. Een hele goede middag op deze zonnige, overgrote dinsdag. Ja, 22 september en 13:41. Ja, ja. Oh ja. Oh, wow. Ook een goede dag. Nee, ik ben boven aan het werk geweest, want het logeerbed moet weer vrij. Ja, en ik heb maar één logeerkamer en één eventueel een strijkkamer, vouwkamer. Dat wordt allemaal daar gedaan. Dus ja, en dan komt het bed wel vol te leggen. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van natuurlijk Corina en de Beestenboel. Ja, en het is inderdaad vol met zonneschijn hier. We hadden mist vanochtend vroeg, ja. Maar ondanks die mist kon ik nog wel ver kijken hoor. Ja, het was niet pot en pot dicht, maar dat was het vannacht al. Toen zag ik het al binnenkomen, het was al dampig. De sterren kon ik wel zien, maar op de grond was het dampig. Maar de maan, Karin en Roderick hadden al gisteren dat de maan zo mooi was, maar ik heb hem helemaal niet gezien hoor, nergens niet. Nee, waar die was. Hun zagen een rode maan en groot. Ik heb niks gezien. Nee, helemaal niks. Nog een jendo. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik ga zo even met Rijka lopen. En ik ga dat doen. Ik heb een heleboel te doen. Want dat wil ik dan toch wel eens even weg hebben, hè? Ja. En ik moet weer kippie koken. Oftewel kipfilet. Want mijn meisje heeft eigenlijk niks meer. Nee. Het maakt niet uit, het is zomaar klaar, ja. En dan even later op de dag wel. En dat ze nou eventjes wat anders krijgt, een zakje van die kattenvoer. Het is toch kattenvoer, ja. Jij, meisje! Ja! Ja, je krijgt zo hoor. Ja! En tuurlijk! Ja, je hebt groot gelijk. En ze ziet er ook al beter uit. Ook als je van bovenop kijkt. Het was zo'n scharminkeltje. Als je nu kijkt. Ja, ze loopt gelijk weg. Zie? De hoop zit vast. Kiekeboe. Kiekeboe. Nou, ze ziet er een stukje er beter uit. Beetje bij beetje komt het wel. Hé? Meisje, je hoeft niet te schrikken. Maar oké, ja, ik ben er wel blij mee dat het toch wel beetje bij beetje weer goed komt met haar. Hé, ja. Ja. Maar in ieder geval, ik ga er vandoor met Rijka. En ja, er is zoveel wat ik eigenlijk doen wil. Maar ik ben iedere ochtend zo beroerd. En waarvan? Joost mag het weten. Last van mijn maag, hoofdpijn, rugpijn. Ja, het is gewoon niet leuk meer. Waar het door komt, ja, stress. Vrijdag is het zover, hè? De 25e. Dan hadden we 12 jaar getrouwd kunnen zijn. Maar in plaats dat mijn mannetje 12, dat hij hier nog is en dat we 12 jaar konden vieren, nee. Is hij wel 3 jaar en 7 maanden weg. Ja, het is weer zo'n echt een klote dubbele dag. Ik weet het even niet, maar er komt wel een fotovlog speciaal online. Ja, van onze trouwen. Ja. En ik zal er nog eens een keer eentje in elkaar vlammen van onze huwelijksinzegening. Ja, gaat ik ook doen. Maar die was 2 jaar later, die huwelijksinzegening. Ja.
Dat werd op 2 oktober toen gedaan, op een zondag. Maar ja, maakt niet uit hoor. Nee. Ook heb ik daar video's van, maar wij hebben toen niet gefilmd. Nee, want dat wisten we nog niet wat dat was, hè, vloggen. Dat was er toen nog niet voor ons, we wisten dat niet. En toen hebben de buurjongens dat gedaan. Nou, dat is het tril. Ze houden dat ding niet recht en niet stil. Nou ja, dan krijg je dat het beweegt en doet. En, ja, maar in ieder geval, we zijn er wel blij mee. Ja. Hé, Ewen? Joe? En ik heb ook onze trouw, onze echte trouwdag voor de wet. Heb ik ook op dvd staan, maar die moet ik eerst nog zoeken, want dat is allemaal, heb ik allemaal ooit opgeruimd en waar ik hem heb neergelegd. Weet ik niet, maar die komt vanzelf wel weer tevoorschijn. En dan vraag ik aan Roderick van, ik wil dat hij dus op de computer komt, zodat hij naar Facebook, nee, YouTube kan gebracht worden. Snap je? En dan kan jullie die ook zien. En dan kan ik hem ook weer naar Facebook brengen. Toch? Ja. Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, genieten van het prachtige, mooie weer. Het is geweldig. Ik ben er weer blij mee. En mijn neusknopje die kriebelt. Straks loop ik buiten tennissen. Ja, ken je dat? Ja, gebeurt al hoor. Ja, niet alleen met mij hoor. Meerdere mensen. Schieten we wel eens in lach, corona, nee hoor. Maar ze moeten daar in Den Haag normaal doen, vinden wij ook. Ja, ze zijn daar gestoord bezig. Ze worden steeds gekker en gekker. Echt, neem dat van mij aan. Gaat het gewoon hier om hoor. Poen. Wij kosten te veel, we moeten dood. We moeten 80 miljoen mensen moeten er komen te overlijden. En dan willen ze het liefst die heel oude mensjes. Degene die wat markeren, zoals ik en vele anderen met mij. Want we kosten te veel voor de maatschappij. Ja, we kosten te veel. Tenminste voor de... Ja. Jullie weten wel wat ik bedoel. En ja. Dat gaat wel een heleboel door. En die zijn niet bang en die komen dus in oproer. Ja, die gaan rellen schoppen. Van ja, bekijk het even. Kom op zeg. Ja, rellen bedoel ik wel op een keurige nette manier. Er tegenin gaan, weet je. Niet brand stichten, want dat vind ik vreselijk wat de jeugd doet. Daar moeten ze mee kappen. Wat de jeugd doet. Want dat is niet leuk. Want als wij jullie spullen in de fik steken, vinden jullie ook niet leuk. En ook messen. Laat een messen thuis in de keukenlaar. En koop geen andere messen. Want dat mag niet. Je hoeft niet iemand dood te steken. Want dan kennen we jou ook dood te steken. Maar dan vind je ouders ook niet leuk in je familie. Laat dat. Maar nee, dat wordt ook niet gedaan. Er wordt ook niet naar geluisterd. Maar oké, doet er allemaal niet toe. Ik leef mijn leven en ik ben er blij mee. Ja, en ik ben aan niemand verantwoording schuldig. Nee, ook dat niet. En ook niet aan meneer Rutte. Want die kan het van mij het heen en weer krijgen. Want daar luister ik toch niet naar. Je mag in je huis 6 mensen, geloof ik, hebben. Op bezoek. En dan moet je 1,5 meter van elkaar afzitten. Nou, weet je, Rutte, die keek krijgen. Want als ik visite krijg, geef ik zo'n kus en ik krijg een kus terug. Ja, en we zitten bij elkaar. Oké, ik zit in deze stoel. Ja, sowieso ken ik wel 1,5 meter eraf gaan zitten. Maar waarom? Waarom? Is die nodig? Nee. Maar oké, ik zou zeggen, ik ga er vandoor, want mijn beestje die moet ook nodig. En ik krijg zo meteen bezoek van Sandra Urban. Dus ja, dat wordt weer op schieten geblazen. Ja, want als Sandra er is, dat doe ik weer niks. Nee, praten, koffie drinken. Dus ik zou zeggen, geniet ze. En steek een duimpje omhoog als je het hier leuk vindt. Woepie! Ja, lieve vrienden, ik
De vaat in de vaat was er al. Ik ben in de war met Sandra, die komt vandaag niet. Nee, andere week pas, want ze heeft vakantie. Dus ja, daar kun je ook niet komen als je vakantie hebt, hè? Ja, of je moet in je vrije tijd willen doen, maar ja, dat doet ze ook weer niet. Nee, de vrije tijd is vrijwillig, ja. Geef er ook geen ongelijk. Maar oké, ik heb de boel hier weer spik en span. Vond je weer tegemoet op de kookplaat na, maar ik heb kip op staan voor eeuwen. Dus ja, dat moest de kookplaat nog schoonmaken. Ik denk, nou weet je wat, ik ga eerst de kip doen en dan komt vanavond die kookplaat al wel. Ja toch? Ja, maar oké, ik ben er blij mee. Ik ga nou lekker voor de pc zitten en ik ga een fotovlog in elkaar zetten voor vrijdag. De 25e. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, van jullie leven. Want het is zo prachtig mooi weer. De deur ook op een klein haakje staat. Dat Ewe niet naar buiten kan. Rijka is wel buiten. Die ligt in de tuin. Ik zal even kijken. Dat is leuk. Ze ligt met dat stukje van die bullepees nog. En dat is wel leuk, ja. Hij schoonheid. Rijka. Stukje bil. Dat is het enige wat er nog van over is. Ha. Wat ze naast haar leggen. Klein hoopje dopie. Ja. Maar oké. En er zitten weer bloemen in de vlindertruin. Er zijn ook vlindertjes erbij. Dat is helemaal geweldig. Maar ja, er zitten ook spinnen in. Dat vind ik niet geweldig. Nee, als je weet dat ik bang ben van spinnen. Ja, jakiba. Maar, oké, en dat heeft ze achtergelaten. Maar ja, zal ze straks wel weer verder mee willen. Een taxi Albert staat voor mijn deur. En die gaat ook weer. Wou jij, had jij een taxi besteld? Nee toch? Nee wel? Ja. Wat miauw. Wat miauw. Wat miauw. Oh ja. Nou dan. Hé? Nou dan. Heb je een doekje voor? Nee, zit niet een doekje voor. Dat is ook niet nodig. Allemaal geouwe horen om niks. Maar, oké, we gaan ermee door. Kip. Helemaal kip. Voor die jonge dame daar. Ja. Ja, het is nog niet de goedkoop ook. Nee, echt niet. Maar ja, maakt verder niet uit. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne middag verder. Want ja, ik ken hier niet veel over uit. Ik denk dat het slecht weer zou worden, maar het is nog steeds mooi weer. Dan hebben ze het geloof ik erover dat het morgen slecht weer wordt. Ik weet het allemaal niet meer, ik wacht wel af. Eerst zien, dan geloven. Ja toch? En wij hebben het weer niet in de hand. Dan ben ik altijd weer zelf in de hand, onze weergoden. Maar zelfs diegenen die ervoor geleerd hebben, die hebben het niet in de hand. Als die zeggen van het gaat morgen regenen en het komt te langzaam aan, dan komt het ook veel later. Gaat het sneller, heb je kans dat het vannacht al gaat regenen. En dat morgen weer droog is. Dus ja, dat weet je niet. Nee. Maar, oké, ik zou zeggen, ik ga er gaan. En ik wens jullie veel plezier. Doei!